Ja, ook op Netflix. Dan een maand later. Dus dan kan je even een maand bijkomen van al die naaktscènes en zo. En het feit dat Ana de Armas niet echt blond is. What the fuck? All Quiet on the Western Front komt op 28 oktober uit. Ik heb angst voor die wat komt. Maar dat is toch een hele oude film? Ja, en een hele oude film. En een hele, hele oude film. Oh. Er zijn eentje uit 1930. Eén uit 1979. En 28 oktober 2022, pardon. Ja. Dat is geen corona. De film. Film. Ja. Okay. Duitse makelij, volgens mij. Duurt nog korter dan blond zelfs. Wat is het? Sebastian Hoek zit erin. Daniel Brühl, die kennen jullie wel. Zeker, ons wel bekend. Hè? En Albrecht Schuch, maar ik weet niet wie dat is. Maar in ieder geval, ja. Het is een verfilming van het gelijknamige boek. En het ziet er voor zover zag het wel echt heel erg goed uit. Waarom hebben we deze nodig? Is dit van een boek dat nog niet verfilmd is? Of is dit ook dat boek wat... Het is gewoon hetzelfde boek. Het boek is nu voor de derde keer verfilmd. De eerste, die kwam een jaar na het boek uit. Want het boek is volgens mij van 29. Want die schrijver heeft echt in de Eerste Wereldoorlog gevochten. Het boek kwam uit in 1929. Toen kwam de eerste film uit in 1930. Dat was echt een fucking hit. En toen had je ook nog een tv-film in 1979. Dat was echt een made-for-movie. Made-for-TV. Okay, dus die van was niet super... Maar dat kon ze niet wat kleur toevoegen. Ja, volgens mij was het wel gewoon een goede verfilming daarvan, maar... Volgens mij ook, voor mij zijn ze allebei wel... ik heb die eerste ooit wel eens gezien. Ik kan me wel één shot herinneren dat je zo'n parade buiten ziet en dan gaat die camera naar binnen. Dus 1930 hebben we het over. Naar binnen en dan via een ander raam weer naar buiten. Die parade blijft dan doorgaan. Dus dat moet van alles geregeld zijn geweest. Ja. Hoe ze het voor elkaar kregen, geen idee. Ja, het is fantastisch. Ja. Ik vond het een hele mooie film. Ja, het is echt een van de klassiekers. Ja, dat klopt. Ik heb hem jullie gezegd nog nooit gezien, maar ik weet wel dat het echt een klassieker is. Ja, en ik hoop dat ze hem nu ook op Netflix zetten. Dan. Het zou mooi zijn. De oude versie, dat die dan weer een kans krijgt om weer in de belangstelling te zetten. Staat er al op? Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee. Ja, we hebben nooit met Netflix. Ik kan er zo weer af zijn morgen. Ja, dat is waar. Het is wel quiet on de Netflix front, dus... Nice. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat er dingen gebeuren. Want de naam is ironisch. Ja. Heb jij weer een punt? Misschien sparen ze geld om ook een of ander IP helemaal kapot te maken met 500 miljoen. Ja, misschien doen ze dat met... we doen alle Tom Clancy's in één keer. Ja. Dat. Maar ja, Eerste Wereldoorlog. Nou, dus het is wel interessant dat Eerste Wereldoorlog dingen nu steeds meer naar voren komen. Ja. Dat weer een soort van... Ja, trend wil ik niet zeggen, maar dat daar wat meer aandacht voor is. Ja, zoals die documentaire van Peter Jackson natuurlijk. Ja, 1917. Inderdaad ook, ja. Dus ik denk, misschien wel goed. Is. En misschien ook wel in Battlefield 1 toen. Ja. En die derde... De Kingsman film. Ja, maar dat was een gelukkig. Dat speelde zich ook inderdaad in die tijd. Ja. Ik Wonder Woman. Nou, inderdaad. Ja, dat is wel zo. Ja. Ik dacht gewoon, verrek. Ik ben benieuwd hoe lang we dit kunnen volhouden. Dit is toch jaren 80, maar de eerste natuurlijk, dat is waar, ja. Inderdaad. Jaren 80 was onze Eerste Wereldoorlog. Ja. Ik was nog niet geboren trouwens, dat weet ik wel. Maar ja, ik weet niet waarom ze dat doen, maar ik vind het wel een goed teken eigenlijk. Misschien krijgen we nu dan echt zo'n Eerste Wereldoorlog ding en dan na een tijdje word je gek van Eerste Wereldoorlog films. Dat ze ook echt met Tweede Wereldoorlog dingen hadden. Ja. Maar ik ben echt wel benieuwd. Ja, ik ook. Ik dacht er niet slecht. Ga hem zeker kijken. Ja. Die duurt 2,5 uur. Dus minder naaktscènes, denk ik. Oh, kort. Ja, precies. Gemiddeld is ondermiddag.